Welkom allemaal op deze eerste online lezingenavond van Birding Breaks. Dit deel is live, dus we gaan jullie straks meenemen op twee fantastische bestemmingen, naar Sri Lanka en Noord-Peru. Volgende week doet Godfried dat voor twee bestemmingen in Spanje. Straks starten we dus met de lezing over Sri Lanka. Als je daar vragen over hebt, dan kun je dat via de live chat doen. Dat is een mogelijkheid in YouTube, waar jullie nu op zitten. Als je ingelogd bent, dan is daar een live chat. Als je dat niet hebt, geen account, ook geen probleem, dan kan je dat gewoon doen via de mail naar info@burningbreaks.nl. Marijn en ik die zijn vanavond gewoon beschikbaar om vragen eventueel te beantwoorden. Dus we gaan zo starten. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. Helaas kan ik jullie niet zien of horen. Hopelijk gebeurt dat snel weer in het veld als we weer een beetje van deze coronasituatie af zijn. Ik wens iedereen ontzettend veel kijkplezier. Welkom allemaal bij de lezing over Sri Lanka. Mijn naam is Laurens Stijn van Birding Breaks en ik neem jullie mee naar een ontzettend leuke bestemming, Sri Lanka dus, waar ik in 2015 en 2016, beide keren overigens inderdaad eind november en december, een reis naartoe heb begeleid. En dit is een verslag van deze beide reizen. Het is een mooi land, heel tropisch natuurlijk, met een aardig aantal specialiteiten, 33 endemische vogelsoorten en een tweeweekse reis zagen ongeveer 250 vogelsoorten in totaal. Maar dat niet alleen, er zitten ook veel zoogdieren. Het is een prachtig gevarieerd landschap, tropische bossen, mooie kustvlaktes. We gaan zelfs even de zee op, we gaan de hoogte in naar de hoogvlakte waar ook weer een aantal specialiteiten te zien zijn. Het is natuurlijk echt een theeland, het heeft een mooie cultuur. Dus ja, al met al is het gewoon een hele fijne, ontspannen reis met heel veel vogels. En we gaan eens even zien wat we daar tegen gaan komen. Ja, dit is het kaartje van Sri Lanka. We landen dus in Colombo links op de kaart en rijden dan meteen door. We landen meestal ergens in de loop van de ochtend en rijden dan meteen door naar Sinharaja. Wat lager op de kaart zit, dat is deze plek hier. En vanaf hier rijden we door naar Udawalawe en vervolgens naar Yala te gaan, wat ook aan de kust ligt. En Yala grenst aan Boendala, beide ontzettend mooie parken. Yala is eigenlijk vooral bekend van de voorkomen van vogels, maar ook van bijvoorbeeld lippenbeer en luipaard. Vervolgens rijden we vanaf daar naar Nuwara Eliya. Dat zijn de hoogvlaktes. Hier staat ook de Horton Plains. Vandaar naar Kitulgala. Dat is een plek weer een beetje in het laagland, wat overlapt met vogelsoorten, met Sinharaja. En we eindigen uiteindelijk in, weer aan de kust, waar we een boottochtje doen voor het zien van walvissen. En dan zitten de 2 weken er weer op. Sinds kort hebben we ook een mooi vogelboek van Sri Lanka, Birds of Sri Lanka. Vrij overzichtelijk, het is niet super soortrijk, maar wat ik zei wel, dus een mooie serie endemen. We rijden hier in een mooie comfortabele bus richting onze eerste plek met een kleine jetlag. Het is volgens mij ongeveer 5 uur tijdverschil. En gebruiken hier meteen al even onze lunch. Ja, dit zijn eigenlijk soorten die we al meteen in de omgeving van de lodge zagen. De lodge die dus dicht bij Sinharaja ligt. Dit is Black-capped Babbler linksbovenin. De Crested Hawk Eagle linksonderin. En daar rechts al de eerste endemde Sri Lanka Hanging Parrot. Ja, Asian Paradise Flycatcher. Geen endeem, maar wat grappig is dat die witte vorm die hier op de foto staat, dat die wat algemener lijkt te zijn in het zuidelijk deel van India en in Sri Lanka. Nou,
prachtig beest natuurlijk. En laat zich ook mooi fotograferen. Het is ook overigens wel echt een reis voor fotografen, vind ik. Ik vind dat er heel veel goede fotografiekansen zijn. Dat was natuurlijk een vogelreis. Veel vogelaars nemen natuurlijk tegenwoordig ook goede camera-spullen mee. maar de fotografiekansen op deze reis zijn beter dan gemiddeld, zou ik inschatten. Nog een aantal specialiteiten hier. Linksbovenin is brown-breasted flycatcher. Dat is een overwinteraar vanuit Azië. Linksonder, je kan het niet zo heel goed zien. Mijn iets kortere kamer, dit is de Sri Lanka jungle fowl. De Sri Lankese kip eigenlijk. Echt een bossoort, hè, zoals onze kip, de red jungle fowl, ook voorkomt in bossen in Zuidoost-Azië. Komt deze ook voor in de bossen. En rechts zien we een spotwinged thrush. Ook een endeem van Sri Lanka. Hoe ziet het dan uit? Het is echt tropisch regenwoud. Vaak eigenlijk hele goede brede trails. Heel soms, zoals in dit geval, moeten we even een klein stroompje over. Zoals het gaat in het regenwoud, lange tijd zie je voor je niks. En dan in één keer komt er een vlok aan en er zitten dan meteen de 15 tot 20 vogelsoorten in. Dan heb je het even een kwartiertje super druk om al die soorten te zien, te herkennen en bijvoorbeeld ook nog leuk op de foto te krijgen. En het is ook wat heuvelachtig zoals je hier kan zien. Dicht in de buurt van de lodge zitten ook andere specialiteiten. Soms moet je ook echt zeg maar op zoek naar die specialiteiten. En dat was in dit geval ook zo, want we wachten hier op deze soort, de Sri Lanka speurfowl. We reden eigenlijk naar een huis waar die vogel regelmatig komt, omdat ze daar worden gevoerd. En zo was het ook deze ochtend vroegop. En net na zonsopkomst kwam die tevoorschijn. Prachtig beest met die mooie lichte parels op zijn borst en op zijn rug. Ja, de specialiteit zou je kunnen zeggen van Sri Lanka is misschien wel dit bijzonder kleine uiltje. Het is de Serendips scopsaal. Eigenlijk heel recent pas ontdekt en beschreven. In 1995 werd hij voor het eerst beschreven, maar pas in 2004 was het wetenschappelijk artikel klaar en werd hij dus formeel als een soort erkend. Een heel eigenaardig uiltje. Hij zit vaak heel laag in een beetje bamboe-achtige begroeiing. Hij zit elke dag ook weer op een andere plek. Dus het blijft ook altijd spannend of de gidsen deze vogel zien, want hij zit op plekken waar je normaal niet echt op zoek gaat naar vogels of naar uilen. Het is soms echt verscholen, je moet ook echt even een positie hebben om goed te kunnen zien. Dat laat deze foto ook zien. Het is overigens niet alleen maar onze groep, er zijn wat meer mensen die dan een blik willen werpen natuurlijk op die scopsaal. Ja, dit vond ik eigenlijk wel een grappig beeld. Je ziet steeds meer Aziatische vogelaars, eigenlijk vooral fotografen. Komt veel uit Singapore of uit Taiwan. Kopen alles wat los en vast zit om zo'n tour te kunnen doen. Deze dame, het is een dame die was echt helemaal opgetuigd met alles wat je maar aan gear kon kopen, dat had ze bij zich. Of het echt heel praktisch en handig is, dat weet ik niet. Want zij moest dus op een gegeven moment ook wilden ze naar die scopsaal, die dus eigenlijk heel lastig zat, waar je heel laag vanaf een heel laag standpunt moest kijken en fotograferen. Maar dit zie je steeds vaker, soms zelfs echt met dragers voor de camera's trekken ze dan het regenwoud in. Ja, nog meer soorten in dat Sinharaja Rainforest. Links een endeem is de Ashy-headed Babbler. Linksonder Sri Lanka Frogmouth. Een soort die ook overigens in Zuid-India voorkomt. Misschien kennen mensen hem wel van een vogelvakantie in Goa.
En rechts is de red-faced malcoa. Dat is wel een echte endeem van Sri Lanka. Ja, we verlaten Sinharaja en rijden dus oostelijk richting Udawalawe en vervolgens door naar Yala en Bundala. Udawalawe, dat is eigenlijk vooral bekend vanwege populatie Aziatische olifanten. Ja, normaal rijden we zeg maar in een bus rond door het land, maar in het park gaat het natuurlijk niet, dus dan stappen we over op jeeps. Buitengewoon comfortabele jeeps, moet ik zeggen. Ik zie dat ze een beetje verhoogd zijn, dus je kijkt over het dakje van de chauffeur heen. Ja, hier rechts vooraan zie je al een eerste olifant lopen. Het is een beetje een open terrein hier. En ja, die zullen we dus deze dag ook veelvuldig voorkomen. Net als linksboven de waterbuffel. En ja, het middelste plaatje is van een Indian peafowl, oftewel de pauw. Wilde pauwen zijn dat, die je ook in India kan zien, maar hier dus ook wild voorkomen. Ja, niet alleen maar zoogdieren in het park natuurlijk. Links is de Jacobin koekoe. En ja, rechts wat kleinere bruine soorten. Vind ik zelf altijd wel interessant. Rechtsbovenin is de mochelspieper. Een soort van Centraal-Azië die overwintert in Zuid-India en is ook op Sri Lanka. En rechtsonder is de Jordan's Bushlark. Ja, comfortabel vogels kijken eigenlijk. Moerassen die grenzen aan de weg, scope je erop. En nou ja, je hebt meteen een mooie serie nieuwe soorten te pakken. Zoals bijvoorbeeld linksboven, en dat was echt een verrassing. Ja, je oog valt misschien automatisch op de Great Thickney die daar staat. Maar de vogel die ervoor staat, dat is de grijskop kievit. En ja, die was eigenlijk nog wel veel beter, want dit is pas de derde waarneming van de grijskop kievit voor Sri Lanka. Dus echt een zeldzaamheid die we daar troffen. Links is de pheasant-tailed jacana. Die zijn in deze tijd van het jaar, hè, dus december, zijn die vaak al helemaal mooi uitgekleurd, de mannetjes. En rechts is een vliegende pijlstaartsnip. Dat is eigenlijk de algemene snip van Sri Lanka. Ja, hier nog een paar soorten die je daar tegenkomt. Linksboven is de jungle owlet. Geen endeem, kun je ook wel zien in India en andere Aziatische landen. Linksonder is black bittern en rechts zien we de Indian scops owl. En vaak kennen die lokale gidsen ook echt die dagroestplaatsen van die uiltjes. Met name zo'n Indian scops owl is natuurlijk vaak lastig te vinden. Maar goed, je wordt erheen gebracht, toch zien we uiteindelijk wel 2 of 3 keer heb je kans om die te zien tijdens een tour. Ja, we rijden vervolgens wat verder het gebied in. We zien meer steltlopers. Linksboven is een Mogolse plevier. Linksonder is de Sri Lanka Yellow Wattled Lapwing. Daar weer een pelstarsnip naast. En rechts is de blue-tailed bee-eater. Ja, even een soort die je tijdens reizen in Azië, vind ik in ieder geval altijd lastig vindt. Dat is de watercock. En dan helemaal in broedkleed. Dat lukte dan deze keer ook niet, maar linksboven hebben we hem wel gevonden. Lijkt eigenlijk een beetje op een soort kwartelkoning. Dit is dan een jonge vogel of een vrouwtje, weet ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. In ieder geval, of een niet uitgeklit mannetje, dat zou misschien ook wel kunnen. Links is de grijskop, purperkoets, ook een algemene soort. En rechts weer een crested hawk eagle. Ja. Een van de ja, moeilijkere soorten vind ik zelf. Dit is de spot-bellied eagle owl. De gids wist een
broedlocatie van deze soort langs de rivier, waar die ook overdag te vinden was. Heel rustig aan hebben we de vogel benaderd. Maar toch ja, was hij moeilijk. Gelukkig nog deze foto kunnen maken. Maar hij bleef steeds wel heel erg verborgen zitten. Ook een soort die je overigens kan zien in Goa. Zo groot als een oehoe. Echt een enorm beest. Grote donkere kijkers. Ja, prachtig soort. Dit was een andere verrassing. Langs hetzelfde riviertje als waar die spotbellied Eagle Owl zat, vonden we 's avonds deze jongen. Dit is een fishing cat. Ja, we rijden ietsje verder richting het oosten en komen dan aan bij Boendela. Boendela grenst weer dus aan Yala National Park. Boendela ook weer een ontzettend mooi park, beetje half open, veel acacia's, ook veel ja, steltlopers en watervogels. Zoals we hier kunnen zien, we gaan weer met jeeps rijden we het gebied weer binnen. En nou, zien echt goed voor de lijst overigens een paar leuke soorten. Links zijn winterkleed of jonge grauwe fanjepoten. Rechts was echt een leuke vondst, dus een Siberische gestreepte strandloper of Siberische strandloper. En onderaan, excuus, een pagina terug, oh dat gaat niet meer. Onderaan was een groepje Aziatische goudplevieren. Ja, ook in deze regio, bij de zogenaamde Tissa Wetlands, daar zagen we deze vogels een chica, mannetje met de rode ogen, rechts twee bruine visuilen en ook een soort die overal wat schaars is, dat is de white-backed woodpecker. Ja, dus we zitten, even de pointer erbij, we zitten dus hier, we reizen straks naar Yala National Park en ja, gaan daar speuren naar onder andere luipaard, maar ook zit ook veel vogels. En het is gewoon een super gave plek om te beurden. Dat doen we dus weer in jeeps. Ben er dus twee jaar achtereen geweest. Het eerste jaar was er ja, was het wat natter, best wel veel regen gevallen zoals je hier kunt zien. En daar vonden we eigenlijk ook een hele goede soort. Het voorste jeepje attendeerde de achterste jeep waar ik in zat op een vogel die ze niet herkende, waarschijnlijk een ortolaan. En toen we daar aankwamen was het wel duidelijk dat het geen gewone ortolaan was, maar een steenortolaan, die overigens ook overwintert in India, maar niet zo heel zuidelijk. En dit was de derde waarneming van steenortolaan voor Sri Lanka. Superleuke bonus, sowieso een leuk soort natuurlijk. In de zomer te vinden in Kazachstan, Centraal-Azië, overwintert. Ja, het meeste eigenlijk bijvoorbeeld in Gujarat. En ja, deze was echt even te ver doorgeschoten naar het zuiden. Ja, andere gave soorten. Daar linksboven is de Malabar Pied Hornbill. Linksonder is de Barred Buttonquail. En rechts, ja, ook wel een bijzondere soort. Het is de Amoervalk, die eigenlijk normaal doorvliegt vanuit ja, echt Oost-Siberië via India en dan oversteekt naar Zuidelijk Afrika. Maar sommige blijven hangen in Sri Lanka. En zo zagen we deze vogel hier dus ook, dus een Amoervalk. Ja, nogmaals veel watervogels. Linksboven is Pinked stork met woolly-necked stork. Linksonder is de kleine groene bijeneter. En rechts spotbeeld pelikan. Sambardeer. Algemeen kom je in ieder geval regelmatig tegen daar. En is een belangrijke voedselbron voor luipaard. Rechts zien we Indian niger.
Die heel knap door door een van de deelnemers werd gevonden, eigenlijk vanuit de Jeep. En rechts een andere endemische soort, de Sri Lanka woodshrike. Ja, hij is niet gegarandeerd. Het is natuurlijk een luipaard. Er zit een aardige populatie in Yala National Park. Het is ook eigenlijk waar heel veel toeristen speciaal voor komen. Zoveel dat het soms ook wel een beetje druk wordt met jeepjes als er een luipaard wordt gevonden. Dus dan hoor je die dieseltjes wel een beetje ronken. En uiteindelijk ontstond hier, niet heel erg, maar ik denk dat er 4, 5 autootjes aan het wachten waren voor een goed beeld van het luipaard. Want ja, je moet natuurlijk net even de juiste positie hebben om het dier goed te kunnen zien in de boom. En daar kwam dan uiteindelijk dit plaatje uit. Ja, het grens is aan de kust. Dus daarachter zijn de bossen en eigenlijk alle trails die je dan met een jeep verkent. Hier kon je eventjes uit de jeep en een stukje wandelen. Je zag bijvoorbeeld spotbeeld pelken, meer Mongoolse plevieren, lesser sandplovers en ook deze. Mooie white-bellied sea eagle. Andere gave soorten hier, we zagen hem al eventjes eerder op de foto met die grijskopkieviet. Dat is de Great Stone Curlew. Prachtig dier. En ja, vanuit de Jeep, het fotograferen is echt wel de moeite waard in Sri Lanka. Zeker vanuit die Jeepjes. Vogels zijn over het algemeen toch wat minder schuw. Iedereen heeft gewoon een eigen raamplek, zeg maar. Het zijn eigenlijk gewoon open jeeps, waardoor je dus schitterend mooie foto's kan maken. Waar zitten we? We gaan van Yala reizen we weer terug naar het westen, naar wat hogere delen, de Horton Plains, en het plaatsje Nuwara Eliya, waar weer een aantal specialiteiten zitten. En onderweg gaan we nog naar een landgoed, de zogenaamde Surrey Land Estate, waar we hopelijk nog een paar specialiteiten tegenkomen van Sri Lanka. En dat zijn deze, dit is de Dull Blue Flycatcher. Niet een erg aansprekende naam en ook misschien wel niet soort, maar goed, het is wel een specialiteit. Rechtsboven zit een Sri Lanka Wood Pigeon, ook een endemische soort. En rechtsonder is de brown wood owl, een soort die geen endemische soort is, maar natuurlijk altijd superleuk om te zien. Ja, hier kijken we met z'n allen naar een white-rumped shama die we onderweg zagen. En vervolgens reizen we dus door naar die Horton Plains, een stukje hoger. Koud is het niet, maar ik denk wel dat het een graad of 10, 15 scheelt met de tropische temperaturen in de lagere delen. Ja, weer een nieuw setje specialiteiten en endemische soorten. Links is de Yellow Whiskered Bulbul. Rechtsboven is Sri Lanka Bush Warbler en rechtsonder de Sri Lanka White Eye. Die Bush Warbler, dat was echt een beetje geluk. Vogels die roepen en zingen regelmatig, maar blijft natuurlijk altijd enorm dicht in de ondergroei. Je zit er met deze kant er even schitterend mooi uit. En het was net op tijd om daar nog een foto van te maken. Ja, dan komen we uiteindelijk uit in die op de Horton Plains, een beetje een mix van echte vlaktes zoals je links ziet, maar ook bossages zoals rechtsboven. En een beetje een bijzonder beeld, een monnik die met een iPad en een sambardeer aan het fotograferen was. Niet echt iets wat je verwacht op zo'n plek.
Ja, ook op hoogte is het bijna beroemde Victoria Park in dat plaatsje Nuara Eliya. En in dit park overwinteren best wel wat soorten uit de Himalaya van India. En daar zitten ook een paar specialiteiten bij. Je wil er vroeg bij zijn. Het is eigenlijk best wel een druk park, maar als je er vroeg bent, dan heb je kans om nog die specialiteit echt even goed te zien. En dit is wel de mooiste daarvan misschien. Dit is de Pied Thrush. Ja, redelijk schaarse broedvogel in Nepal bijvoorbeeld, in de Himalaya. En overwintert dus exclusief in Sri Lanka op hoogte. Mooi mannetje dit. Is een kleine overwinterende populatie. Ik denk misschien een stuk of 15, 20 vogels in dat park. En een andere specialiteit die eigenlijk ook in datzelfde broedgebied voorkomt, is de vogel rechts. Het is de Kashmir Flycatcher. En dan links hebben we nog, linksonder is de Indian Pitta. En linksboven de Sri Lanka Whistling Thrush. Soort die over het algemeen vrij diep in de ondergroei zit, maar dat is één plekje langs de weg waar het hier wel eens wat rijst kwam halen bij een voedstol. En die en de vogel dus eventjes goed tevoorschijn kwam. Ja, waar waren we? Nuara Eliya. We gaan nu dus via Kitulgala weer omlaag naar de tropische laaglanden, een beetje overeenkomstig qua habitat met Sinharaja. En reizen dan vervolgens naar de kust, waar we nog een boottochtje doen. Maar eerst naar Kitulgala. Ja, een heel mooi oud, klassieke accommodatie. Het is ook de plek waar een beroemde film is opgenomen, Bridge over the River Kwai. Daar hangt het hele hotel vol mee. Inmiddels al een film uit, nou, ik weet niet precies, uit de jaren 60, 70, denk ik. Heel oud. Met een prachtig buffet, mooie oude loopbruggen. En nou ja, ook weer echt heerlijk vogelen. Deze ziet er eigenlijk wat algemener. Een andere endeem is de Sri Lanka Grey Hornbill. Dit is genomen eigenlijk vlak buiten de poort van de accommodatie, waar ze forageren op de vruchten van de palmbomen. En hier links nog een andere endeem die je daar eigenlijk ook het beste ziet, die hadden we ook nog niet gezien, is de Chestnut-backed Owlet. En verder is rechts de Brown-capped Babbler en rechtsonder de Dark-fronted Babbler. Allemaal te doen eigenlijk met wandelingen vanuit de accommodatie. We hoeven daar niet ver te rijden. Het is dus gewoon trails lopen, brug over en tropische laaglanden verkennen. Ja, we zijn aangekomen bij het laatste deel van de reis. We gaan dus nog even de zee op. Dat doen we met speciale toertjes eigenlijk. Het is niet echt gemaakt voor vogelaars, maar we zien wel vogels. Het is echt bedoeld voor walvissen, die natuurlijk ook van harte welkom zijn. Maar we zien eerst al even wat sterrens vliegen. Links is een Lesser Crescent Tern, Bengaalse sterren. Rechtsboven, ik denk een Whisker Tern, een witwangsterren. Daaronder een dwergsterren. En de onderste, dat is eigenlijk de zeldzaamste van allemaal. Dat is een Arabische sterren. Ik denk een jonge vogel. Ook weer echt een zeldzaamheid. Volgens mij pas de tweede of de derde voor het land. En zo maakten we in 2015 eigenlijk een hele reeks aan zeldzaamheden mee, die we zelf tijdens de tour vonden. Deze kwamen we ook onderweg tegen.
Oliver Ridgely's turtles die overduidelijk aan het paar waren. En ja, dit is dan echt waar het om ging, althans voor het grootste deel van de mensen die aanwezig waren op de boot. Een walvis, het is een kleiner modelwalvis zou je kunnen zeggen. Het is de Brutus whale. Ik heb het ooit geleerd om dat zo uit te spreken. Het is BRYDE-S, Brutus whale. Ja, een beest wat volgens mij maximaal een meter of 14, 15 wordt. Dus nog steeds ongeveer de helft van de blauwvinvis, maar nog steeds een hele flinke jongen. Links spinner, dolphins, ja, kom je in aardige groepen tegen. Verschillende keren eigenlijk. Rechts is ook een spinner dolfin. En af en toe schiet er een vliegende vis uit het water, zoals linksonder. Ja, dat was de laatste dia. We hopen natuurlijk, we zitten nog in de coronapandemie. We gaan er toch vanuit dat in de loop van 2021... dat we langzaamaan weer kunnen gaan denken aan reizen. Deze vertrekt op 28 november 2021. En nou, ik heb echt goede hoop dat we dan weer gewoon een super gave tour Sri Lanka gaan doen. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor de aandacht en hopelijk hebben jullie dit een mooie lezing gevonden.
Welkom allemaal bij de lezing over Noord-Peru. Mijn naam is.
Welkom allemaal bij de lezing over Noord-Peru. Mijn naam is Laurens Stijn. Ik heb deze bestemming in 2017 en 2018 gedaan, ook allebei in februari. Nou, zoals jullie zien gaan we in februari 2022, over ongeveer één jaar, weer naar deze geweldige bestemming. Bijzonder, omdat Peru het meest soortrijke land ter wereld is. Volgens mij wel 1900 soorten. En tijdens deze tour zien we in iets meer dan 2 weken ja, vaak meer dan 520 soorten. Meer dan 50 soorten kolibries. En ja, de zone waar we naartoe gaan, daar zitten heel veel bedreigde en endemische soorten. Een daarvan zie je al bij deze introductie dia. Dit is de Marvelous Speckled Tail. Super klein en bijzonder kolibrietje met een schitterende mooie lange staart. Ja, dit is de route. Rechtsonder in het kaartje zie je een beetje waar we zitten. Noord-Peru. Peru grenst aan de noordkant aan Ecuador. Daar zitten een paar endemische zones die elkaar overlappen, zoals de Tumbes-regio. Ja, Lima ligt ietsje zuidelijker op dit kaartje. We vliegen dus op Lima. En links in beeld zie je dat vliegtuigen naar het noorden vliegen. En vanuit Lima vliegen we dan door naar Chiclayo, een plaatsje aan de kust bij Peru. Het is daar warm, je zit daar redelijk dicht bij de evenaar. En vanuit Chiclayo bezoeken we een aantal ja, echt hele mooie gebieden, ook een beetje bedreigde gebieden. Ze hebben daar net als in veel plekken in de wereld en ook in Zuid-Amerika te maken met habitatverlies. En met name in deze regio zitten heel veel soorten, echt bedreigde soorten en ook nog eens een keer endemische soorten. Dus dat is in Chapare, eigenlijk ben je de foothills van dat deel van de Andes. Vervolgens reizen we door, dat doen we overigens allemaal met een per busje over de weg. Rijden we door naar Olmos en via Gain, dat is in de Marañón-vallei. Weer een droog deel, rijden we eigenlijk de vochtigere regio in. Rijden we verder oostelijk de Andes in, via Pomacochas, zakken we weer naar de oostkant van de Andes in Huacanqui, dat ligt op ja, zo 800 meter hoogte, en we eindigen in Tarapoto. En Tarapoto is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de voet van het Amazonegebied. En zo pakken we dus eigenlijk een hele ja, reeks mee aan soorten van hoog tot laag. Ja, die diversiteit aan soorten, dat komt eigenlijk vooral omdat we veel verschillende habitats bezoeken. Links op de kaart zie je dus de Coastal Desert and Scrub. Daar beginnen we ook mee. Het is in Chiclayo. Vervolgens gaan we een beetje de hellingen op richting het oosten. Gaan we door ja, wat droge valleien. En eindigen we uiteindelijk via ja, tropische natte bergbossen in het tropisch regenwoud helemaal aan de oostkant, waar we dus eindigen in Tarapoto. En dat ja, verklaart ook de grote diversiteit aan soorten die we kunnen zien. Ja, hier beginnen we dan. We zijn net geland in Chiclayo. Dat is ergens in het begin van de middag. Het is warm, het is lekker weer. En we gaan natuurlijk meteen even op pad om te kijken of er al wat te zien is. Ja, op het einde van deze weg, daar is de zee. Dus we zitten ook echt heel dicht bij de kust. Meteen al voor een paar specialiteiten waar we ja, later in deze tour eigenlijk geen kans meer op hebben. Ja, we zitten aan de kust, veel watervogels. En ja, dit plaatje dat zegt eigenlijk genoeg van over de potentie. Het is een gemixte club met Elegant Terns en Franklin's Gulls, Franklin's Meeuwen. En een andere endemische soort, of eigenlijk de eerste endemische soort die we hier zien, dat is deze. Dit is de Coastal Miner. Beetje een tapuitachtige zangvogel. Leeft op de grond. Dit was eigenlijk de doelsoort. De Least Seed Snipe. Een, ja, een beetje een aparte steltloopachtige soort.
Komt hier dus voor in het duingebied. Je ziet dat de foto's allemaal een beetje blurry zijn. Dat heeft niet zozeer te maken met de camera, maar wel met het feit dat dat hier gewoon overdag zitten. Het is warm, er is wat luchtzindering. Vandaar de wat vage plaatjes. Ja, we rijden vanaf Chiclayo dan door naar een gebied dat heet Chapari. Eigenlijk zijn dit een beetje de droge bergbossen van het westen. Veel endemische soorten. Ik zeg droog. In de tijd dat wij er in 2017 waren, waarin deze foto is genomen, was het eigenlijk ontzettend nat. Er kwam een gigantisch regengebied over, waardoor we af en toe vast kwamen te zitten. Maar dat verklaart ook de groene heuvels. Bijzonder. En dat levert ook wel gewoon gave dingen op. Mooie soorten die we konden zien, juist door die regen. Veel roadside birding eigenlijk. We rijden dus richting het noorden. Hier zijn we op zoek naar een van die endemische soorten. En dat is onder andere deze, de white-winged guan. Endemisch en ook ernstig bedreigd. Dus echt fijn en bijzonder dat we deze te zien kregen. En ook dit is een endemische soort van die regio, de Tumbes tyrant. Plumbus-backed thrush. Het lijkt net alsof ze zich helemaal ophoudt in de spinrag. En dit is ook een specialiteit van dat gebied, de white-tailed jay. Ja, omdat we zo veel onderweg zijn eigenlijk, hè, van Chiclayo richting het noorden. We reden twee busjes. Er ging er eigenlijk altijd een kok mee en ook eigenlijk een hele picknick set. Inclusief stoeltjes en opklaptafeltjes. En dat was echt fantastisch. Want dat gaf ons de gelegenheid om en lekker te vogelen overdag. En als we dan terugkwamen, dan had de kok een fantastisch maaltje gemaakt. En zaten we dat zo rond lunchtijd heerlijk op te knabbelen in de schaduw. En te genieten van alles wat er dan nog verder om ons heen gebeurde. En dat was natuurlijk van alles. Bijvoorbeeld deze Tumbes sparrow, ook een endeem van de regio. Ik denk dat die ook in Ecuador voorkomt. En ja, een van de belangrijkere soorten die we in dit eerste deel van de reis gaan zoeken, dat is de Peruvian plant cutter. Je ziet al dat daar speciale routes voor zijn aangelegd in de een beetje droge bossen van het noordwesten van Peru. Ook een endemische soort overigens. En hij heeft een hele karakteristieke roep. Ik heb die ook opgenomen. Ik ga even kijken of ik dat kan laten horen. Ja, als je dit hoort, dan is het raak. Dit was het geluid van de Peruvian plant cutter. Ja, heel eigenaardige zang eigenlijk. En ja, ook een echt ernstig bedreigde soort vanwege habitatverlies. We hebben volgens mij ook maar één of twee vogels gezien tijdens deze tour. En dat was dus op deze plek. De Peruvian plantcutter, prachtig beest. Andere endeem die daar ook voorkomt, dat is deze, de Rufus flycatcher. Ja, hier het typische landschap. Beetje, bijna woestijn, savanneachtig eigenlijk. En daar zitten meerdere soorten natuurlijk, zoals deze ferruginous pygmy owl. En van dat lage en droge westen gaan we langzaam een beetje de hellingen op. En zoeken we naar een andere specialiteit. Dat is deze Piura chat tyrant. Waar we natuurlijk weer in de ochtend een ontzettend lekker ontbijtje hebben. In de berghellingen en genieten van het uitzicht en van het lekkere eten wat onze kok opnieuw heeft gemaakt. Dus we rijden van Olmos
via Gein richting Pomacochas. Dus wat we net zagen waren eigenlijk de eerste hellingen van de Andes. Daarna duiken we weer een vallei in, dat is die Marañón-vallei. En hier komen we weer eigenlijk in dat droge deel uit. We hadden even een wegopstopping vanwege een landslide met vrolijke Peruaanse kindertjes. En alweer de volgende specialiteit in dat droge gebied, en dat is deze, de Marañón Thrush. Prachtig beest, met je gespikkelde borst. Een andere soort die we daar echt op het vizier hebben, dat is deze. Dit is de Little Inca Finch, een andere endeem van dat droge noordwesten van Peru. En we vervolgen onze weg richting de meer vochtigere regio's van Pomacochas, maar niet voordat we de plek hebben bezocht voor een andere echte specialiteit in Huembo. Huembo ligt eigenlijk net westelijk van Pomacochas. En dat is de Marvelous Spatial-tail natuurlijk. Ook echt een ja, super bijzonder beest. Eigenlijk een beetje raar dat hij zo bijzonder is. Het habitat ja, is niet super specialistisch, maar ik denk wel de bloemen waar hij op fourageert. Maar goed, dat doet hij ook op feeders. Er zitten nog maar minder dan 1000 vogels zijn er in het wild. Dus echt ook weer een bedreigde endemische soort in deze regio. Dus hier zitten we eigenlijk in de buurt van die feeders. Hebben ze heel netjes gemaakt. Een afdakje en zitjes, zodat je kan genieten van alle soorten die daar voorkomen. Dus we nemen de tijd en gaan hier een paar uur zitten en genieten van al die diverse kolibries die hier langskomen. De eerste van een hele reeks die we eigenlijk deze tour zullen gaan zien. Dus deze, dit was de Bronze Inca. En hier zien we de Chestnut-breasted Coronet, twee eigenlijk vrij algemene soorten bij de feeders. Ja, en dan komt hij toch echt het voorschijn. We zien eigenlijk steeds maar één vogel. Dit mannetje, gelukkig wel met een prachtige lange staart. Dit is dus die Marvelous Spatial Tail. Ja, waar het nog maar minder dan 1000 van zijn. Het gaat super snel. Het is echt ik denk zonder staart is hij maar 7 centimeter. Hij vliegt razendsnel. Hij is ook supersnel. Zit hij even op het takje en vliegt dan meteen weer weg. Dus als je een foto wil maken, dan moet je ook nog eens een keertje razendsnel zijn. Maar ja, goed. Volgens mij heet hij in Nederland overigens vlagstaartkolibrie. Ja, het is natuurlijk wel echt een ongelooflijk mooi en bijzonder diertje. Ja, we rijden verder de hoogte in. Dat kan je bijna zien aan deze soort, want dit is echt een soort die ook op hogere hoogtes in de Andes voorkomt, de Grey-breasted Mountain Toucan. En aan de vegetatie zie je ook al dat het wat vochtiger is met al die korstmossen op de takken. We gaan naar boven de 2000 meter en zien daar ook andere soorten, zoals deze Golden-browed Chat Tyrant. En ja, maken een prachtige wandeling over een oude Inca-trail bij het meer van Pomacochas, wat je links achterin ziet. Ja, het is een pittige klim. Dat wil zeggen, we vertrekken op een hoogte van ongeveer 2500-2600 meter en klimmen dan door naar ongeveer 3000 meter. Maar daar hebben we de hele dag voor. Dus we doen het rustig aan. Er is van alles te zien in dit landschap. En een van de doelsoorten die we hier ja, willen gaan zien, dat is de Pale-billed Antpitta. Een van de specialiteiten hier, net als de Russet Softail. Ik bedoelde de Russet Mantled Softail. Ja, prachtig mooie cloud forest eigenlijk. Dit is overigens de plek waar we ons even posteren om te zoeken naar die Pale-billed Antpitta die we uiteindelijk hebben gezien. Al hoppend door de ondergroei daar verderop. Het ging te snel om daar een mooie foto van te maken. Maar o oh jee, wat waren we blij. Hartstikke gaaf gezien. En ja, zo'n
endemische, ja, hij is ook over heel groot, hè, die pilbilt en pitta. Het is ja, bijna de grootte van een halve kip die zo door dat bos hipt. Fantastisch gaaf om te zien. Ja, we klimmen nog ietsje hoger. Nog een beter zicht op het meer van Pomacochas. En ja, hier zie je eigenlijk rechts al een beetje waar het misgaat, zou je kunnen zeggen. Veel habitatvernietiging op deze hoogte. Die hellingen aan de rechterkant die zijn al eigenlijk vrijwel ja, ontbost. Hier zitten nog wat plukjes origineel habitat. Maar ja, daar zit ook meteen echt het grote risico eigenlijk voor een heel aantal van die bijzondere soorten hier. Ja, we zagen net aan de achterkant het meer van Pomacochas. Daar zijn we in de middag naartoe gegaan. Er zitten dus een paar andere specialiteiten van dit gebied. Niet zozeer specialiteiten van Peru, maar wel van dit type habitat. Zoals deze subtropical doradito. Beetje een rietvogel. De Plumbius rail. En ja, in het dorpje, in het plaatje Pomacochas, daar kwamen we ook de Golden Grosbeak tegen. Ja, we rijden verder naar het oosten. Komen echt een beetje aan de oostkant van de Andes uit. Zo tussen de 1500 en 2000 meter. Ja, en dit is het gebied voor een betrekkelijk recent ontdekte nieuwe soort. Een uilensoort. Hij heet de Long-Whiskered Owlet. Staat ook op een van de plaatjes. Bijvoorbeeld helemaal links. En ja, deze bossen zijn sowieso superrijk aan soorten. Heel veel soorten tanagers. Je kan de trogons zien. Er zit Whitecap Tanager, een bijzondere vogel, heel veel kolibries. En we zitten hier in een lodge, in de Owlet Lodge, zoals je hier kan zien, waar we een aantal dagen verblijven. Fantastisch gave plek, kan niet anders zeggen. Mooie trails hier door het bos. Nou, je ziet echt de typische cloud forest, bemoste takken, veel bromelia's. Soms is het stil en dan soms dan krijg je een flok voor je ogen die soms wel bestaat uit meer dan de 20 of 25 soorten. En dan heb je een kwartier lang, een half uur lang super druk met ja, al die diversiteit. En dan vervolgens is het weer even stil. En hier nog wel eigenlijk heel mooi habitat. Echt uitgestrekte beboste berghellingen. Ik meen dat dit ook door ja, een beschermd bos is door goede doelen vanuit het buitenland. Ja, en ja, in die vlogs kom je dus ook deze tegen. Of ja, dit is eigenlijk een soort die zich juist alleen met deze soort in de vlok ophoudt. White-capped tanagers. Je hoort ze vaker van verre aankomen. Schitterend mooie sneeuwwitte kopkap. En een beetje een paarse keel, dat je op deze foto ook goed kan zien. Ja, en een andere endemische soort, dat is deze. Dit is de Yellow Scarfed Tanager. Endemische Tangara soort van Peru. En eigenlijk alleen maar te zien, of betrouwbaar te zien, bij de ingang van de Owlet Lodge. Dus wel lekker dicht bij de lodge, gelukkig. Maar ook deze, ja, je moet hem net even treffen, want het is niet zo dat hij daar nou de hele dag zit. Maar deze konden we mooi bekijken. Ja, hier hebben we iets te vieren. En je ziet al dat het een beetje donker is. Ja, er zijn dus enkele plekken waar ja, die specialiteit van de Owlet Lodge, nou, dat kan natuurlijk niet anders dan de Long-Whiskered Owlet, zijn, kunt zien. En daarvoor moet je toch wel even een stukje lopen door het bos in het donker. Hij maakt een heel zacht, ja, bijna kikkerachtig geluidje, wat heel moeilijk te lokaliseren is. Maar we hebben een gids mee en die weet dan precies waar hij wel zit. En zo konden we ja, toch wel hele gave foto's maken van deze Long-Whiskered Owlet. Je ziet ook mooi die pluimen bij zijn kop, waar hij zijn naam aan te danken heeft. Ja, en een echte bonus was deze Swallowtailed Niger, die op, ja, eigenlijk op de stoep van de lodge zat. Dus het was avond, er werd gekookt. Wij zaten
een lekker biertje te drinken. En op een gegeven moment werden we gewaarschuwd door de kok dat de Nightjar ja, achter op de stoep zat naast de lodge. Dus we gingen snel kijken. En ja, eigenlijk de wand, kun je hier niet zien, maar een van de wanden hier links, die is wit verlicht. Helemaal vol met motten en nachtvlinders. En dit beest sprong dus af en toe even op. Plukte een nachtvlinder van de wand en ging die ja, eigenlijk voor ons neus op zitten eten. Geweldig, geweldige ervaring. Ja, kolibries. Ja, eigenlijk een beetje een van de thema's van deze reis. We hebben er meer dan 50 gezien. En ook bij de Owlet Lodge is het echt een feestje. Op heel veel plekken, en zo ook hier, hangen feeders. Ja, ik denk wel meer dan 10 of 15 soorten kolibries kun je hier zien. Dit is de White-bellied Woodstar. Super klein beestje, ook maar iets van 6 of 7 centimeter. Maar goed, als je even oefent, dan lukt het je om hem mooi op te krijgen. Er is een andere soort, ook ja, goede andere soort eigenlijk. De Rufous Vented White-tip. Geen algemene soort, maar nou, als je op de juiste plekken bent, dan is hij zeker goed te doen. Deze, dit heette ooit allemaal Booted Rackettail. Die is volgens mij gesplitst in inmiddels drie soorten. En met die ja, oranjeachtige toefjes bij zijn poten is dit te herkennen als een Peruvian Rackettail. Maar het zijn meer kolibries die hier bij de files zijn. Ja, we zitten dus ja, ongeveer op, ik denk, 1800 meter. Super gave diversiteit, onder andere ook deze long-tailed sylph, die regelmatig bij de feeders komt. En even kijken of deze techniek gaat werken. Ja, en hier heb ik een filmpje gemaakt. En je ziet dat hij nu ja, overgaat op een slow-motion filmpje. Die is gewoon met de iPhone gemaakt. Dus hier krijg je een beetje een idee van hoe dat eraan toe gaat bij zo'n feeder. Er zit Booted Rackettail, Rufous Vented White Tip, Long-tailed Sylph, Greenish Puffleg. Nou, vergeet ik ongetwijfeld nog een heel aantal. Maar ik zou zeggen, kijk en geniet. Long-tailed Sylph zit nu op de feeder. Rufous Vented White-tip is dit, denk ik, die hier nu zit. Rechts komt die Peruvian Rackettail, zie je lange staart en die dat rare oranje broekje bij zijn pootjes. En toen schoot hij even terug naar de normale snelheid en dan zie je hoe ongelooflijk snel die kolibries zijn. Oh, hij speelt hem opnieuw af. Even kijken hoe ik naar de volgende dia kan.
Zo. Dus we zaten bij, tussen Pomacortjes en Wakanki. Dat is eigenlijk waar die Owlet Lodge zit, waar we ook al die kolibries zagen. En we zakken nu wat verder af naar meer tropische delen van Wakanki. Nog meer kolibries en nog meer super gave berghelling soorten die heel typisch zijn voor dit deel van Peru. Maar niet voordat we onderweg gestopt zijn bij een hut, een aardige hut zoals je kan zien. Hier wordt bijna dagelijks voer neergelegd. Nou, voor welke soorten dan? Hier zitten tinamous. En tinamous zijn echt best wel schuwe bosvogels. Maar omdat ze hier worden gevoerd en je ze vanuit een kijkscherm schuilhut kan zien, kan je eigenlijk best wel gave foto's maken. Zoals van deze little tinamou, maar er zitten ook andere soorten. Cinereus tinamou bijvoorbeeld, maar ook soorten die je niet zo makkelijk tegenkomt in het bos en nu wel heel mooi kan zien. En dat is deze, de orange-billed sparrow. Ja, we rijden bijna van de ene feeder naar de andere. Het wordt wat warmer en vochtiger. De kolibriesoorten die veranderen. Eigenlijk het hele vogelleven verandert. Hier heb je weer hele andere soorten tennetjes. Hier kom je bijvoorbeeld de eerste paradise tennetjes tegen, die over het algemeen iets lager zitten. Gould toucanet zagen we hier bijvoorbeeld. Maar ook weer schitterende kolibries zoals deze wire-tailed thornbill. En ook heel leuk wat overwinterende Amerikaanse zangvogels. Linksboven is de Swainson's thrush. Linksonder de Cerulean warbler. En rechts is de Canada warbler. Dus dat zijn echte lange afstandtrekkers. We zitten in het noorden van Peru. Vogels die broeden in Noord-Amerika. En die volgens mij, in ieder geval de Swainson's en de Canada warbler ook wel eens als dwaalgast in het West-Palearctisch gebied zijn gezien. De Cerulean warbler nog niet. Overigens ook een best wel bijzondere soort is dat, ook in Amerika en ook als overwinteraar in Noord-Amerika of Zuid-Amerika. Ja, we rijden onderweg naar Wakanki over een brug. En dat is een brug met een vrij diepe kloof. En als je vanaf de brug naar beneden kijkt, dan zit er gewoon een kolonietje oilbirds. Nou, super gaaf natuurlijk. Heel makkelijk om daar even te stoppen en naar beneden te kijken. En verdorie, daar zitten ze gewoon. Hele grote beesten, eigenaardige nachtdieren. Die zich 's nachts het goed doen aan fruit. En overdag dus in grotten zitten. En ja, het nest van deze vogel, daarom heet hij ook olievogel, dat is een super raar, zwart, vettig gebeuren. Dit is overigens aardig overbelicht, want we zitten een beetje in het donker te kijken. Maar dit zijn wel de oilbirds, bijna, ik denk 40, 50 centimeter in lengte. Echt een hele forse vogel zijn het eigenlijk. Ja, hier komen we dan aan in Wakanki. Iets onder vegetatie weer. Tropische dus, 800 meter hoogte. Prima accommodatie met een mooi zwembadje. En s'avonds kun je het reservaat inlopen. Bijvoorbeeld om deze band-bellied aal te zien. Ja, echt een andere families hier. Je ziet echt lager. Dan zie je ook meteen aan de vogelfamilies. Dit zijn bijvoorbeeld antbirds. Dit is een spotbacked antbird. Maar ik denk dat je hier al wel 10 of 15 verschillende soorten miervogels of antbirds kunt zien. Ja, en de ster misschien wel van deze plek, dat is de Rufous Crested Coquette. Een prachtig, uitbundig, klein kolibrietje met een geweldig oranje kuif. En niet voor niks hebben we de Rufous Crested Coquette tot logo van ons bedrijf van Burning Breaks gemaakt. Super klein ook. Dit is ook weer een centimeter of 6, 7 denk ik. Maar je kan ze echt tot op een paar meter benaderen als ze bijvoorbeeld naast de feeders even
uitrusten op een tak. Ja, ook hier bij deze vierde is weer enorme aantallen. We zitten lager, dus we hebben hier weer andere soorten. Ik denk wel dat we 15 verschillende soorten colibries hadden bij de feeders bij Wakanki. Dit is een white-chinned sapphire, de grey-breasted saberwing en onder andere de golden-tailed sapphire. En ja, hier lopen we echt al tegen de 50 soorten colibries. We komen ook een beetje tegen het einde van de reis, de white-necked jacobin. En ook een betrekkelijk recent ontdekte soort, natuurlijk wel wat lastig te herkennen, is deze, de Michana tyrannulid, endeem van dit gebied en volgens mij minder dan 20 jaar geleden ontdekt. Super gaaf natuurlijk om dat gewoon in je achtertuin te hebben. Want overigens, dat is misschien wel grappig, onze gids Carlos die woont, of zijn ouders wonen, bij Wakanki, bij dat reservaat. Dus hij is super goed bekend daar en kent bijvoorbeeld ook plekken voor deze, de point-tailed palm creeper. Nou, ik ben inmiddels, ik denk wel tussen 15 en 20 keer in Zuid-Amerika geweest. En Noord-Peru op deze twee reizen is eigenlijk de enige keer dat ik deze soort gezien heb. Dus hij weet precies waar je die moet zoeken. Super gaaf beest. Point-tailed palm creeper. Dit is een, we gaan nog iets verder oostelijk, een beetje in het droog bos. In het oosten is de Inca Jay en we reizen verder richting Tarapoto, waar we tot op ongeveer 500 meter hoogte komen. Met nog meer tropische soorten, er zitten meer toucans, je ziet daar meer roofvogels bijvoorbeeld. En ook de enige plek tijdens de reis waar we wilde Muscovy ducks hebben gezien bijvoorbeeld. Ja, mooie trails door vochtige, wilderige, tropische bossen. Met weer een andere kolibrisoort, dit is de Gould's Jewel Front. Echt een laagland Amazone soort, of de hellingen eigenlijk van de Amazone. Mooie oranje borstband. De golden headed mannequin. Prachtig beestje, iedereen heeft misschien wel altijd die balt gezien, hè, van de mannequins, waarbij ze over elkaar heen springen om de vrouwtjes te verleiden. Ja, en dit is eigenlijk een van de doelsoorten in dat gebied. De Cupcus hermit, een endemische soort van deze regio. En we zagen zowaar een ander soort thornbill. Deze black-bellied, die zich ook ophield bij de feeders daar. Schitterend beestje, superklein ook weer, maar met een lange staart. En en een hele mooie uitkijktoren, van waar je verschillende soorten endbirds, roofvogels, toucans en dergelijke zag, met name als het wat later op de dag werd en beesten zich mooi boven in de bomen lieten zien. Ja, dit zijn toch wel echt wondertjes van de natuur. Je loopt zo over over die trails en op een gegeven moment denk je van, volgens mij zag ik daar iets bewegen en daar komt een deze pad komt daar tevoorschijn met echt het meest briljante schutkleur die er is. Wat een beest. Ja, dit is een van die soorten waar ik het eerder over had. De Paradise Tanager, echt een typische laaglandsoort. Die kan je soms wel in mooie mixed feeding flocks tegenkomen. Niet zeldzaam, maar altijd natuurlijk een genot om te zien. Ja, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van de reis. Die eindigt dus in Tarapoto. En we vliegen vanaf Tarapoto weer terug naar Lima, waar we de aansluitende vlucht terugnemen naar Amsterdam. En dan zit ons Noord-Peruaanse avontuur erop. Met meer dan 520 vogelsoorten, meer dan 50 soorten
kolibries en een enorme hoop schitterende indrukken. Maar we genoten van landschappen en een hele gezellige groep natuurlijk. Ja, dit is even een screenshot van de reis zoals we die dan volgend jaar gaan doen. Hij staat voor vertrek op 5 februari 2022. Ja, ik denk een onwijs avontuur. Hele mooie fotografie mogelijkheden ook, met name vanwege die feeders voor de kolibries, maar ook ja, voor andere soorten die we tijdens de tour gaan tegenkomen op nou ja, de wandelingen en de stops die we maken. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor de aandacht en wens jullie nog een ontzettend fijne avond. Ja, even kijken of dat lukt. En dat lukt inderdaad. Ja, als jullie nog vragen hebben, dan kan je dat via de chat doen eventueel. Ik moest even het geluid uitzetten, want ik was zelf ook nog live aan het luisteren. Hartstikke leuk dat jullie allemaal hebben gekeken. Ja, nogmaals, het is jammer dat we elkaar niet kunnen zien. Ik zie hier iets van Peter die vraagt, toevoegen aan de lange lijst, zit er kans om zo'n online lezing voor Suriname te maken? Ik denk het wel, ik ben er zelf nog niet geweest, maar misschien dat Klaas zoiets zou kunnen maken. Mijn mobiele telefoon die schoot even op hol. Maar goed, als jullie nog dingen willen weten, wij zijn nog bereikbaar voor vragen via de chat of
via de mail. Dus stel het gerust. En zo niet, dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Volgende week dus Godfried met twee lezingen over Spanje. Eén is de wolven en de beren Noord-Spanje reis die ik afgelopen augustus heb gedaan. En, en ook een lezing over de reis Zuid-Spanje en Tarifa. Dus ik zie jullie graag volgende week. Fijne avond.